Goedenavond. Dag allemaal. Dag allemaal. Dag allemaal. Dag allemaal. Welkom, goedenavond op dit 7e Nederlands Artiestengala. Ik ben zeer verheugd. Jullie zijn talrijk opgekomen. Uit mijn hart, dank u wel. Maar ik ga de avond zelf niet presenteren, daar heb ik iemand voor aangevraagd, ik zal het zo zeggen. We kennen hem al van voorgaande jaren, hij is ook al een populaire presentator hier geworden. Dames en heren, een applaus voor Serge van Gisteren. Vooraleer dat hij eventjes iets mag zeggen, is er hier een dame in de zaal. Ze is jong, vitaal. Ik vind het ongelooflijk. Ik ben heel blij dat zij deze avond hier in de zaal is. Ze is 82 jaar. Echt waar, het is een schat van een dame. Een applaus voor Yvonne Verbeek. Dankjewel, Dirk Bosman. Dankjewel, dames en heren. Op mijn beurt een hele goede avond. Allemaal van harte welkom hier in het Alfeusdal voor de zoveelste aflevering van het Nederlandse Artiestengala. En uit betrouwbare bron heb ik vernomen, we hadden het er net al even over Yvonne Verbeek, dat er heel wat bekende Vlamingen tussen jullie zitten, zo'n beetje incognito. En een van die mensen zou ik graag even willen feliciteren, want ik weet uit heel betrouwbare bron dat hij afgelopen donderdag jarig was. Het is een man die in zijn uitzendingen op Radio 2 ook bijzonder veel aandacht heeft besteed aan deze avond en ook heel veel platen geprogrammeerd heeft van de optredende artiesten. Ik weet niet waar hij ergens zit, maar ik heb het over Ro Burms, was afgelopen donderdag jarig. Even een applaus voor Ro en ik zou zeggen, even een stevige hippie bip. Hippie bip. Hippie bip. Ro, waar je ook bent, van harte gefeliciteerd. Een avond zoals deze, dames en heren, komt natuurlijk tot stand dankzij allerlei instanties. Oftewel sponsors, laat ik beginnen met Radio 2 als eerste te noemen. Dat is toch het radiostation waar bijzonder veel te horen was in verband met dit Nederlandse Artiestengala. Dat is ook het geval voor een elftal vrije radio's in Antwerpen en omstreken. Verder kon u natuurlijk alles lezen in Dag Allemaal en de Free Record Shop is ook van de partij. Verder VSU en Brebos, het bekende recreatiedomein. En u heeft gezien, Dirk die ziet er echt fantastisch uit, die is heel mooi gekleed. En dat geldt ook voor onze eerste artiest die ik u dadelijk ga aankondigen. Zij werd in het nieuw gestoken door Boutique Carouche. En die vindt u terug op de Bredabaan in Merksem. En de schoenen van Dirk en ook van onze eerste artiest dadelijk, die komen van VSU. Ik weet dat alle artiesten heel wat fans hebben meegebracht. En misschien toch even een kleine enquête aan het begin van de avond. Waar zijn de fans van Frank Ashton? De fans van Gary Hager? De fans van Sandra Nehmer. De fans van Lee Towers. En ik heb nog één naam niet genoemd, dames en heren. Waar zijn de fans van Rob de Nijs? Dat is duidelijk. Ik zou zeggen, we gaan niet langer mee wachten. We gaan starten, want ze staan allemaal te popelen van ongeduld achter de schermen. En de eerste man die de spits gaat afbijten vandaag, dat is een man die in Nederland al een paar monsterhits heeft gescoord. Still Remember the Good Times bijvoorbeeld, of Let the Sunshine In. Dat was een stevige top 3 hit in Nederland. Hij heeft net een nieuwe single uit. U heeft hem misschien al gehoord op Radio 2 of een aantal andere radiostations. Een ijzersterk nummer dat hij natuurlijk ook gaat brengen tijdens zijn act zo dadelijk. En dames en heren, ik heb ook nog een nieuwtje voor de mensen die dat nog niet zouden weten. Onze eerste artiest heeft een hele goede nieuwe manager. En die manager, dat is niemand minder dan Dirk Bosman. Dus ja, dat betekent onderweg naar het grote of nog grotere succes, want veel succes heeft hij sowieso. Een bijzonder veelzijdig artiest met een warme, prachtige stem
Echt een showbeest, dames en heren. En als er nu mensen zijn die iets organiseren, een feest of een artiestenavond, dan kan u altijd bij Driek terecht voor meer informatie over deze artiest. Vandaag, u heeft het misschien gelezen, stonden zij samen in privé. En we zijn heel blij dat hij erbij is vandaag. Met als manager Driek Bosman. Dames en heren, uw aandacht en een davend applaus voor onze eerste artiest van vanavond. Hier is Frank Ashton. Stereo.
dat vonden we wel perfect toch, hè? Hebben ze echt maar in 4 dagen tijd hebben ze dat moeten doen. Want ik was weer te laat met mijn bandje overstuur naar België, dus ik denk maar ook in Nederland, dat is altijd wat met die mannen. Maar dat maakt niet uit, dat gaan we volgende week doen, ik neem het dus op je aan, want ik heb toch een beetje last, zoals het heet, van de valling, geloof ik, in België. Ik ga altijd gestopt met roken, ik ben zelf wel gezond. Dat deed ik toch, dus ik denk, nou, dat stop ik ermee. Speciaal voor vanavond, dat heb ik wel heel veel last. Zijn er meer in het was gedaan, heb ik stop met roken? Nou, de last krijgen van je stem? Ja, hè? Dat zou ik doen, niet meer roken, maar. Ofwel. Maar niet doen, hè? Maar nog een beetje hees vanavond, dat jullie ik altijd wel overheen. Want jullie klappen lekker bij en zo, en jullie doen een beetje, ik ga de tafel staan straks, dat is allemaal fantastisch. We gaan ook dit doen, samen met de dames achter mij. Ik noem jullie gewoon dames, ze zijn hartstikke jong. Hoe oud ongeveer dat was dat weer? Hoe je gewoon zegt, toen het was, hè? Deur ik 29, komen we 13 en 14. Ja. We doen het gewoon. Wait, you've got my heart. Daar gaan we. En het was lekker zo, het was lekker 70 graden, perfect. Mexico, we hebben de hubs.
sitting in the morning sun, watching how it is weer. Dat zijn wij. Dat zijn ze hezen. Dan gaan we los. Mexico City. We share when we pray.
Radiostations is gedraaid en ik hoop dat die gedraaid blijft worden natuurlijk, maar het zal de afwachtelijke blazen. Je moet nog maar zo bespreken. We gaan het gewoon doen. De single die ik hier in België heb uitgebracht. Ik woon natuurlijk kunnen lezen in het privé, zodat ik dat hier woon, maar zien we waar. Ik ben al toe vrij regelmatig net buiten Antwerpen in Bergen. Feit dat ik kan blijven overnacht en zo als het een beetje laat wordt. Dus echt gewoon moet ik nog niet, maar wie weet. Ik ga het gewoon doen. Donald Emmer, Tuurlijk. A separation and say goodbye to the low and the light that we share together. Sign it away with a stroke of a hotel friend. All the dreams that we had will be gone forever. I can't Yeah.
Ik zei het al goed echt, stukje beter, zo is dat wel horen. We gaan het toch proberen, speciaal voor de dames hier vanavond. Woman. All that I need.
dankjewel. Jullie waren hartstikke fijn vrouwen, een fijn publiek. Echt cool. Ja. Moet je maar treffen altijd natuurlijk. Hè. Maar we gaan er nog eentje doen als afscheidstukje. Alweer een liedje, deze kennen we natuurlijk ook, absoluut wel. Maar de volgende die we gaan doen is altijd een beetje onbekend. Maar wel van een hele bekende man. Maar dat hoor je zo aan het liedje natuurlijk. Maar dat doen we samen met de Streepjes vanavond. En de Streepjes. Wil je ook een beetje drinken of niet? Nee, nog niet? Doe eens dat nog wel. Goed, we gaan het laatste liedje doen. Met, en dan moet ik even met bukken. Marissa, goed Marissa, want ja, ik zei het al, die man die trouwens, die weet het naam, komt heeft gauw een monitorshow overheen gezet en muziek. Toch al weinig, maar dan zie ik er wel anders mee. We gaan het doen, we gaan met z'n allen in de trein zitten, geen kedenken ding. Nee, dat doen we niet, het lijkt een beetje op, maar weer een andere trein, het is een Mexicaanse trein. Dan gaan we jongens, als laatste dan. Take it to life. En hier mogen jullie weer dan gaan we even naar de dag. Spreading my-
Kijk eens even. En natuurlijk wel allemaal bedankt, meneer, maar toch een flink eind doorheen te komen, vind ik. Want ja, ik had er toch een klein beetje moeite mee, maar dat was niet meer. Jullie fantastisch. Toch een hele fijne avond en misschien tot straks. Okay, dag. You build them so high. There's
Summit. Ik ben zeer blij hier vanavond weer op het podium te mogen staan. Ik weet het inderdaad zeer goed zoals de aankondiging die net vertelde. Vorig jaar stond ik hier op dezelfde plaats. Ze schudden als iets af. Ze zat ik daarbij op de reis. Wat kan ik hier doen? En eigenlijk is op dit ene jaar zeer veel gebeurd is. Zeer veel. En ik ben heel blij, absoluut. Ik ben ook heel blij dat ik, ondanks dat wij een slechte zomer hebben gekend, het voorbije jaar, dat ik toch af en toe de zon heb kunnen binnenbrengen in jullie huiskamer met dit. Dat het daardoor voor mij allemaal heel mooi is geworden. En dat voor mij dan met die 96 voor heel mijn leven dan ook altijd het allermooiste zal blijven. Dank u. Ik denk weer aan vroeger, die zomer.
Een soort melange van de afgelopen cd's, en dat waren Engelstalige cd's, vermengd met een aantal Nederlandstalige nummers van mijn huidige cd. Maar we gaan nog eerst even terug naar het Engelstalige repertoire. Heeft u die film gezien, zal je naam? To go, good night sweetheart, well it's time to go. Good night.
Dank u wel. Bent u een beetje een romantische stemming? Wat is het nou, ja of nee? Ja, oh gelukkig. Nou, ik heb zo'n romantisch liedje voor u. Het is een aantal jaren geleden een hit geweest voor mij in Nederland. Ik weet niet of het hier zo was. Het is in ieder geval denk ik een bekend liedje. Ik hoop het. En ik, nou luister u zelf maar. Hola de Vol. Somewhere beyond the sea, he's
zijn een beetje breed. Maar we gaan nu Nederlandstalig doen. En dat is de nieuwe single van mij in Nederland. Denk ook hier. En het heet Alles wat ik wil. Oké, maestro. Nou, dan ben je het kwijt. En dan kan je hier gewoon lekker aan de gang. Hè? Zullen we dat doen? Mascherada, maestro! Bye.
mis ik het erover mond. Lieve schat, waar ben je, al vroeg hier? Ik ga er nog een doen. Maar dan hadden we toch afgesproken dat we dat hierna zouden doen. Oh, goed. Nou, oké. Okay. Hartstikke bedankt, Dirk. Nou, hartstikke bedankt, maar ik ga er nog een doen als je het niet erg vindt. Toch? Hadden we zo afgesproken. Maar dat geeft niet. Wat moet ik nou met dit ding? Wacht even, ik sta hier echt te klungelen, zeg. Zo. Het werd net al vermeld. Ik heb meegedaan aan het Eurovisie Songfestival. En ik heb dat eigenlijk 3 keer gedaan, zoals u misschien weet. Weet u de eerste keer nog? Toen was je er nog niet geboren. Ja, dat zou kunnen. Dat was met Andres. En volgens mij was dat hier ook een hele grote hit. Het heette Als het om de liefde gaat. Kent u dat liedje nog? Na 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 na. Wat zal ik doen om nog vandaag van jou te zijn? Ja, zeg. Om... Wat goed. Nou, dat liedje doe ik dus niet. Nee, want die man is er niet bij nu. Hè, Andres? Maar dat was de eerste keer. En toen de tweede keer deed ik mee met het nummer wat ik zo dadelijk ga doen. En de derde keer was met Colorado. Het is een hele toepasselijke titel, kan ik voor u vertellen. Niet wat deze avond betreft, maar wel wat mijn aandeel betreft aan deze avond. Ik vertel u er nog wel even bij dat dit nummer in die periode, ik durf bijna het jaartal niet meer te zeggen, dus in die periode zeg ik dan maar. allergrootste hit in Nederland. En hier ook heb ik me laten vertellen. En dan kan ik me zo voorstellen dat u denkt, wat kan mij dat nou schelen? Maar ik zeg dat niet zonder reden. Ik hoop namelijk dat wij met elkaar, van elkaar afscheid kunnen nemen door mee te zingen. Serieuze gedachte. It's a load, the party's going on. Here's mine, it doesn't seem to be seen. I feel alone, I think that I'll go home. But if I stay, I'm here.
Dames en heren, voor Sandra Remer. Dankjewel, Jane. Wat heerlijk, zeg. Ja. Ik heb weer zo'n toepasselijke afsluiting. En dat komt van die Nederlandstalige cd. Het nummer heet De Voorstelling. Iedereen en haar
ontzettend hartelijk bedankt. Ik wens jullie nog een hele fijne avond. En graag tot ziens. Dag allemaal.
Dames en heren, de droom van ieder sportman is om één keer in zijn leven op het allerhoogste podium te kunnen staan. Met die gouden plak om zijn nek. Op het juiste moment in vorm zijn. At that one moment in time. Heb je daar een steekjes mee genomen, dames en heren? Best of me. En one moment of time, I will be free. We maken vorig jaar, lieve mensen, maken ik een hele CD vol met songs van de late, great Elvis Presley. En ik was erg gelukkig toen ik vorig jaar december
de 20 jaar jubileum vieren in Ahoy in Rotterdam. Dat ik vanuit Graceland een special award kreeg, de zogenaamde Graceland Award. Dat ben ik hartstikke trots op. Waarbij ik nu One of the Kings mag noemen. En dus, ik kan niet anders dan dat we een song doen van Elvis Presley. A blues, it's a mass of blues. Speciaal voor Nico. Nico. Carolina, and a son, Chevy Hunter.
Let's get by now. Dames en heren, een van de mooiste songs van die Hell's Blessing album, wil ik graag voor u doen, is een van de meest onbekende van die heer, van zijn heuvel eigenlijk. Ik heb hem opgenomen in een fantastisch arrangement van Piet Sauer. En de compositie is van Marty Roberts, dames en heren. Hij geeft een Grammy Award in Amerika aan deze song. Oh Lord, you gave me a mount. Ik zeg altijd bij lieve mensen die je bent en wat je doet, is allemaal helemaal niet zo belangrijk.
wie de naaste staat in leven en wie de achter staat in leven, dat is mooi. Zullen daar met elkaar is een ongelooflijke keuken geworden. Rodgers en Emerson, you'll never walk. Thank you.
Thank you.
het festival. En ik spreek de wens uit, dames en heren, dat het hopelijk voor mij niet de laatste keer is dat ik aan dit evenement mag meewerken. U was een fantastisch publiek voor de heren die vanavond de mensen en de mensen wat zouden willen zeggen. Graag tot ziens en tot de volgende keer. Bedankt en veel plezier nog vanavond straks. Het ook een eis. Bedankt en tot ziens.
de zomer die wij niet hadden. Thank you.
Dag allemaal. Dag allemaal. Dag allemaal. Welkom, een goede avond op dit zevende Nederlands Artiestengala. Ik ben zeer verheugd. Jullie zijn talrijk opgekomen. Uit mijn hart, dankjewel. Maar ik ga de avond zelf niet presenteren, daar heb ik iemand voor aangevraagd, zal ik dat zo zeggen. We kennen al van voorgaande jaren, hij is ook al een populaire presentator hier geworden. Dames en heren, een applaus voor Serge van Gisteren. Mag zeggen, is er een dame in de zaal? Ze is jong, vitaal. Ik vind het ongelooflijk. Ik ben heel blij dat zij deze avond hier in de zaal is. Ze is 82 jaar. Echt waar, het is een schat van een dame. Een applaus voor Yvonne Verbeek. Dankjewel, Dirk Bosman. Dankjewel, dames en heren. Op mijn beurt een heel goede avond. Allemaal van harte welkom hier in het Alfeuzaal. Vond uit heel goed uit aan de bron dat hij afgelopen donderdag jarig was. Het is een man die in zijn uitzendingen op Radio 2 ook bijzonder veel aandacht heeft besteed aan deze avond. En ook heel veel platen geprogrammeerd heeft van de optredende artiesten. Ik weet niet waar hij ergens zit, maar ik heb het over Ro Bummers, was afgelopen donderdagjarig. Even een applaus voor Ro en ik zou zeggen, even een stevige hit. Of Let the Sunshine In, dat was een stevige top 3 hit in Nederland. Hij heeft net een nieuwe single uit, u heeft het misschien al gehoord op Radio 2 of een aantal andere radiostations. Een ijzersterk nummer dat hij natuurlijk ook gaat brengen. Tijdens zijn act, zo dadelijk. Hey, dames en heren, ik heb ook nog een nieuwtje voor de mensen die het nog niet zouden weten. Onze eerste artiest heeft een hele goede nieuwe manager. En die manager, dat is niemand minder dan Dirk Bosman. Dus, ja, dat betekent onderweg naar het grote, of nog grotere succes, want veel succes heeft Frank Ashton. Yeah.
Junior. Goedenavond allemaal. Hartstikke leuk weer aan het zijn. En het is heel fantastisch uitzien. Zo. Ik ben vanavond u zit in een iets andere kleding als vorige keer. En daar moet ik toch even wat over kwijt. Want dat is een... Zien jullie hem ook? Dat is een sponsor namelijk, dames en heren. En dat is, dat mag ik niet vergeten natuurlijk, Carouche. Maar helaas moet ik het ook weer teruggeven. Dat is altijd een probleem natuurlijk. Maar ik ben hier vanavond ook niet alleen gekomen. En voordat we gaan aankondigen wat we gaan doen, wil ik toch even Dirk en zijn vrouw Anita natuurlijk even een klein beetje in de bloemetjes zetten en een lekker applausje vragen voor die twee die alles hebben georganiseerd en gedaan. Hey! Daar loopt ze. Even stoppen hier onder de kant. Daar is ze. En Dirk zit achter in de zenuwen, maar dat maakt niet uit. Ik zei het al, we zijn niet alleen gekomen vanavond. Ik heb hier namelijk nog drie honderd mooie dames bij me. En die zijn nog heel erg jong. Maar we hebben gedacht van, we moeten ze toch de kans geven tegenwoordig. En ze beginnen hartstikke jong met allerlei muziek. En deze dames, of jonge dames eigenlijk, dat heb ik ook een beetje opgeschreven, maar die meneer van Litouwers heeft weer een monitor overheen gezet. Dat zijn al de dansshowgroep en ze zingen live bij me vanavond, de Marissa. Kijk maar eens. Goed doen, hè, vanavond, hè? Ja, oké. Okay. Lekker applaus voor jullie, we gaan het gewoon doen. Got no money, no place to go, but we can dance to the radio. Hou ze in de gaten. Bye. En dan maar een beetje bij mijn antwoorden. Dan komen we lekker los in de avond. En speciaal voor jou. So many
effect toch, hè? Ja. We hebben ze echt maar in 4 dagen tijd hebben ze dat moeten doen. Want ik was weer te laat met mijn bandje overstuur naar België. Dus ja. Ik ken hem wel, die Nederland, dus dat is altijd wat met die mannen. Maar maakt niet uit, we gaan het onderdoen. Doen. Ik neem het een sokje water, want ik heb toch een beetje last van de tijd van vallingen, geloof ik, hè, in België. Griep, koudheid. Gestopt met roken, geloof ik, zelf ongezond. Dat deed ik toch, dus ik denk, nou, dan stop ik ermee. Speciaal voor vanavond, dan hebben we nog heel veel last. Zijn er meer dan jongens, eigenlijk stevig geluidje, perfect. Mountain top.
Last in the 50s tonight met een mooie kalantische en dat jullie ook nog gaan. Maar jongens, dan gaat hij naar de cultuur. Ik ga naar school om eerst te zien. Steal all the
separation and say goodbye to the Lord and the life that we share together. Signing away with a stone out of hotel van. Oh, the dreams that we had will be gone forever. Ik zei het al, het echte stukje beter, zoals dat wel hoort. We gaan het toch proberen. Ja. Speciaal voor de dames. Ik zie helemaal nap. Woman. Oh! Je hoort al uit. Can we?
de vijf verhalen en geen publiek. Echt top. Ja. Moet je maar treffen altijd natuurlijk. Hè. Maar we gaan nog eentje doen als afscheidsliedje. Ook weer een liedje deze kennen natuurlijk, dat is absoluut wel. Maar de volgende die we gaan doen is ook een beetje onbekend. Maar wel van een hele bekende man. Maar dat hoor je zo aan het liedje natuurlijk. Maar dat doen we samen met de Zeefjes vanavond. En de Zeefjes Lipkes. Wil je ook een beetje drinken of niet? Nee, nog niet? Doe het dan wel. Goed, we gaan het laatste liedje doen. Net, maar ook even een beetje Marissa, de goed Marissa, want ja, ik zei het al, die man van die trouwens. Die weet het waarom, want die heeft gauw een monitortje door mij gezet en dan zie ik toch al weinig, maar dan zie ik er wel uit. We gaan het doen, we gaan met z'n allen in de trein zitten, geen gekke dingen. Nee, dat doen we niet. Het lijkt een beetje op, maar weer een andere trein. Het is een Mexicaanse trein. Dan gaan we jongens, als laatste. Nee, hey, wijst ik niet toe. Tik het toe. En hier mag weer een kant op, dus we gaan echt uit de bal. Speciale mensen op de